Hoi en welkom op het kanaal. Vandaag heb ik een soort review voor jullie. Laten we snel beginnen. Het product wat ik ga reviewen zijn de Jumbo Lashes van Niks. Ja, meer daarover later. Het wordt in ieder geval een spannend proces, want de lijm is ook de liner. Maar voordat we daar gaan beginnen, ga ik eventjes mijn ogen doen. Met de primer, niet met de deksel. Full disclosure, ik heb trouwens al eventjes BB cream aangebracht, want ik weet niet, mijn huid voelt een beetje droog, want het is koud. Dus ik had geen zin om te wachten. Bovendien, wat we nu gaan doen, gaat niet heel erg vol oudgevoelig zijn. Dus dan is het wel veilig om het gezicht alvast een beetje te doen. En over de oogschaduw ga ik voor het Hipster Sweets Palet van Exo Beauty. Want die heb ik al een hele tijd niet meer gebruikt en hij past vandaag bij mijn outfit. Dus vandaar dat ik zin had om deze weer eens te gebruiken. Maar in plaats van we gelijk voor de burgundy gaan, wil ik het allemaal wat zachter houden. Dus ik ga eerst voor de kleur vanille. Dat is echt een compleet neutrale taupe shade. Ook heel mooi als contour trouwens. Maar ook mooi als basis in de crease. En dan is het tijd voor de burgundy kleur. Die ga ik met een wat grotere kwast aanbrengen. Echt in die buitenste ooghoek. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Nou ja, je moet maar zo denken. Je kan altijd meer aanbrengen. Weghalen is lastiger, dus wees daar altijd een beetje voorzichtig mee. En dan blijf ik gewoon net zo lang over die randen heen deppen eigenlijk. Tot het mooi zacht wordt. Het hele idee is niet om hier de complete crease mee te vullen. Ik wil echt gewoon die pop of color aan de buitenkant hebben. En nou we dat hebben, is het tijd voor het palet op mijn schoot te laten vallen. Met uiteraard de kleuren naar beneden toe. Anyway, om dus de binnenste kant van de crease ook wat donkerder te maken. Dat ga ik met een klein kwastje doen en de taupe kleur. Dit is wel echt als schaduw bedoeld en niet als kleur. Ik wil echt gewoon die schaduw daar hebben, meer niet. Dit is trouwens ook afhankelijk van je oogvorm. Ik vind aan mijn oogvorm ziet dit er gewoon completer uit dan dit. Ik weet niet, ik heb het idee dat bij mijn oogvorm, juist omdat ik behoorlijk wat ruimte heb aan de bovenkant, dat het wel mooier is om iets meer definitie erin te brengen. Maar als dit nou bij jouw oogvorm niet werkt of weet ik veel wat, het ziet er juist naar jouw eigen mening niet mooi uit bij jezelf, doe het dan niet. Uiteindelijk is make-up natuurlijk ook altijd wel iets wat je moet keteren naar je eigen gezicht. Dan ga ik eventjes naar een ander oogschaduwtje, namelijk een matte lichte kleur. Want ik wil op mijn wenkbrauwbot geen shimmer, want ik weet niet, vind ik te shimmery. En dit palet heeft geen matte highlighter, dus ik pak voor maar een andere. En hiermee wil ik eigenlijk ook die binnenste ooghoek hier wat strakker maken. Dus daar ga ik gewoon eventjes heel zacht overheen met deze. En dan natuurlijk nog eventjes met grote fluffy blender eroverheen. Om alle puntjes op de i te zetten. Ironisch genoeg, want eigenlijk is het idee dat er juist geen puntjes staan. En dat het juist allemaal glad is. En je snapt wat ik bedoel. Dan tot slot die binnenste ooghoeken. Dus echt op het ooglid, want hier zit nu al kleur. Daar gaan we wel de shimmer tint aanbrengen, want een beetje shimmer mag wel. Dat moment dat je zoiets hebt van, is hij nou uitgedroogd of, oh nee, ik zag hem alleen niet op de kwast zitten. Talent. Anyway. Maar deze komt dus over het bewegend ooglid heen. Wat een beetje shimmer mag er wel bij. Auw, niet in mijn contactlens graag. En het is ook altijd een goed idee om daarna nog eventjes een wenkbrauwhaar weg te flippen. Om daarna nog eventjes de rand van de shimmer uit te blenden. Gewoon zodat het niet random ergens ophoudt. En dan hetgene waar deze hele tutorial om begon, de wimpers. Nou, zoals ik al zei, is dit een behoorlijk apart setje. Het komt ook echt als setje, want het hoort bij elkaar, de wimpers en de lijm. En de lijm, wat je niet zou verwachten, is ook een eyeliner. Dus dat wordt een, interessant iets. Het idee is gaaf, maar gaat het werken? Ik heb het nog nooit uitgeprobeerd, dus ik dacht, laat ik het op camera doen, samen met jullie. De punt van de eyeliner is gewoon heel dun en viltachtig. Het is niet een latexachtige massa zoals je zou verwachten van een wimperlijm. Je hebt ook bijvoorbeeld wimperlijm die zwart is, maar als je daar een eyeliner mee zou proberen te zetten, zou het heel erg sticky en raar worden. Dit ziet eruit als een heel normale eyeliner. En volgens de achterkant van de verpakking zou je gewoon de liner moeten zetten. 2 tot 3 seconden laten drogen.
En dan de wimpers erop plakken. Nou, er staat wel twee laagjes. Dus ik denk dat ook het idee is dat je eerst de mooie eyeliner zet. En dan nog op het gedeelte waar je wimpers gaan plakken een tweede lijn zet. En dan de wimpers snel aanbrengt. Dus dat is wat we gaan proberen. Oké, dat is het dus, de eerste coat eyeliner. Het is een mooie dekkende eyeliner, een beetje matte finish. Ik vind het, als eyeliner vind ik hem mooi. Hij voelt trouwens niet als ik mijn ooglid beweeg raar plakkerig aan, dus dat is ook een voordeel. Maar goed, ik laat dit even drogen, dan breng ik het tweede laagje aan en dan ga ik proberen de wimpers erop te plakken. En ze zitten. Oké, full disclosure. Ik had niet verwacht dat dit zou werken. Ik had eigenlijk verwacht dat dit gewoon één grote ramp zou worden. En ik daarna zoiets zou hebben van, ach ja hoor, natuurlijk werkt dit niet. Maar ze zitten gewoon. Ze voelen ook niet alsof ze niet goed vastzitten. Ik zal er dadelijk ook gewoon mascara overheen aanbrengen. Wauw. Serieus, ik had echt niet verwacht dat dit dus zou werken. Ik bedoel, het is echt gewoon, ik kan er overheen wrijven, ik kan knipperen. Ze voelen niet raar aan, ze voelen niet lossig aan. Weet je, het gevoel wat je soms hebt als je knippert en je voelt gewoon de wimper bewegen. Deze gewoon zelfs in de binnenste ooghoek zitten ze vast. Ik ben echt verbaasd. Op een positieve manier. En ondertussen even door met de rest van het gezicht. Ik ga eventjes mijn wenkbrauw een beetje natuurlijk doen. Maar betreffende de wimpers, ik denk persoonlijk wel dat je ermee rekening mee moet houden dat je wel echt snel moet zijn. Zoals ik net ook deed, die tweede laag heb ik echt super super snel aangebracht om vervolgens gelijk de wimpers erop te doen. Want het droogt natuurlijk ook super snel, omdat het echt een heel dun laagje is. Ik bedoel, weet je, met een normale lijm dan is het wel de bedoeling dat je een dun laagje doet. Maar gewoon door de textuur ervan is dat altijd dikker dan dat dit was. Want dit is gewoon echt net zo dun als iedere andere eyeliner. Dus je moet wel echt snel zijn. Je kan niet eerst een kwartier met die tweezers voor je wimpers zitten van oké, wil ik hem zo, wil ik hem zo? Nee, je moet echt van tevoren een plan de campagne hebben. Liner aanbrengen en gelijk de wimpers erop zetten. Dus wat dat betreft is het wel goed om je eigen snelheid mee te oefenen. En ik denk ook wel dat je geen super zware wimpers moet hebben, maar dat... Ik weet niet, ze zitten wel echt goed vast, maar omdat het zo'n dun laagje is, heb ik dan ergens toch het idee van... Ja, als je dit spul wil gebruiken voor andere wimpers en dan bijvoorbeeld faux mink wimpers, van die echt grote wimpers... Dan denk ik wel dat je het beter eerst even uit kan proberen. Misschien dat ik dat in de toekomst ook nog wel doe. Either way, ik hoop echt dat ze deze ook los gaan verkopen, deze liner, want het is echt gewoon super super handig. Ik bedoel, je hebt eyeliner en je hebt gelijk de lijm. Plus wat ik heel erg prettig vind is, juist omdat het zo dun is, het loopt niet in je ogen. En wat ik daarmee bedoel, wat ik bij andere wimpers nogal eens heb, is, of wimperlijm nogal eens heb, is dat ik dan net iets te veel aanbreng, vervolgens knipper en dat je dan echt zo'n waas over je contactlens heen hebt eventjes van de lijm. Dat ga je met dit niet hebben, juist omdat het super super dun is en je het heel precies aan kan brengen omdat het letterlijk een eyeliner is. Dus wat dat betreft is het ook ergens nog veiliger voor je ogen, ook wat dat betreft, want je kan het makkelijker uit je ogen houden. En serieus, de reden dat ik dacht dat het echt een gimmick zou zijn, is gewoon puur omdat... Ik weet niet, weet je, als je dat hoort, een eyeliner die gelijk lijm is, en dan zo dun en het ziet er gewoon uit als eyeliner. Ik had serieus verwacht dat het echt gewoon iets zou zijn dat de wimpers een beetje zouden blijven kleven, en vervolgens echt compleet gewoon los zouden gaan. Maar dat zit gewoon. Wauw. Ik ben gewoon nog steeds verbaasd. Ik weet niet of je het net zag, maar deze kant was de binnenste oog ook een beetje los, omdat ik er te weinig lijm had aangebracht. Dat heb ik echt letterlijk altijd. Ik weet ook niet hoe ik het voor elkaar krijg, maar dat is gewoon een standaard ding met mijn wimpers. Altijd de binnenste ooghoek. Maar omdat dit dus een eyeliner pen is,
kan je het gewoon letterlijk heel precies doen. Ik bedoel, meestal zit ik echt dan een half uur te klooien. Off camera met een wattenstaafje die dan net niet smal genoeg is. En ik wil natuurlijk met, weet je wel, latex houdende lijm geen kwast gebruiken. Want dan is die kwast gelijk vermoord en einde verhaal. En dat is niet de bedoeling. Maar met dit kan je dus ook heel makkelijk dat soort foutjes fixen. Juist omdat het zo ontzettend precies is. Dus je kan echt gewoon dan de lijm slash liner precies aanbrengen waar je wil. En nu zit hij vast. Maar dat maakt het leven in ieder geval een heel stuk makkelijker. Je kan gewoon het eventjes snel bijwerken als je je eeuwigdurende zelfde fout altijd maakt. Over fouten gesproken, ja, ik heb daarboven net iets te veel contour aangebracht. Maar laten we dat vooral negeren. Oh, mogen trouwens nog niet opgevallen zijn. Qua soort look ga ik een beetje voor vintage vibes. Je kan het niet zien, maar ik heb ook een vintage stijl rok aan en alles. Dus dat past erbij. Maar ik ga dus vooral voor mat op het gezicht en geen highlighter, want dat is niet vintage stijl. Dan terug naar de ogen. En ik ga eventjes met die taupe kleur van helemaal aan het begin de onderste ooglid, het onderste ooglid, bedonkerder maken. Trek dat mooi strak, zodat je niet per ongeluk jezelf rimpels geeft, want dat is een beetje zonde. En dan hebben we dit. En dan ga ik eventjes een nude oogpotlood opgraven. De reden dat ik hem op moet graven is omdat hij ondertussen zo'n 3 centimeter lang is. Ik was laatst nog bij de Kiko winkel en toen ben ik straal vergeten een nieuwe te kopen. Dat is ook echt talent gewoon. Het is eigenlijk net zoiets als sokken. Ik kan mezelf ook maandenlang vertellen dat ik nieuwe sokken moet kopen om het dan alsnog te vergeten. Hoe dan ook, mascara. Dit is ook een nieuwe mascara on the rise. Volume mascara van NYX. Kan ik ook wel gelijk eventjes uitproberen. Het heeft gewoon een plastic mascara borsteltje. Basic mascara. Ben benieuwd. En hiermee kunnen we gelijk eventjes testen of de wimpers goed vastzitten. Want als ze nu loslaten, dan weet ik dat ze niet goed vastzitten. Gelukkig blijven ze zitten. Ik ben wel voorzichtig trouwens, maar dat zou ook met iedere andere wimperlijm ook zijn. Want ja, weet je wel, als je met een beetje dikke mascara keihard door je wimpers heen racht als je vals iets op hebt, dan ga je waarschijnlijk met zo ongeveer iedere lijn wel ze lostrekken. Voorzichtigheid is altijd een handig idee. De mascara zelf doet het trouwens ook prima. Hij is zwart. Hij klontert niet. Er zit ook geen gruwelijke tandartslucht aan. Ik heb dat met sommige mascara's van Catrice wel eens. Dan zien ze er mooi uit, maar de geur doet me denken aan de orthodontist vroeger. Ik weet niet, als je ooit een beugel hebt gehad, dan weet je welke geur ik bedoel. Echt zo'n desinfectielucht die je maar gewoon een tandarts niet hebt. Anyway, dat heeft deze gelukkig niet. En dan tenslotte de lippen. Daarvoor ga ik een potlood gebruiken voor de definitie. En dan een buttergloss van NYX. Die zat in de adventkalender. En ik wil hem een keertje uitproberen. En hier hebben we dan het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Ik hoop dat jullie wat aan de review gehad hebben. Nogmaals, ik vind het echt een verrassend goed product. Ik bedoel, serieus, ik had er veel video verwacht. En hier zijn we met daadwerkelijk geslaagde make-up. Dus ja, dat was het. Als je nog mee wilt kletsen over dit soort producten. Als je zelf trouwens ook een product weet wat maf is en waarvan je graag wilt dat ik het uitprobeer. Kun je het altijd voorstellen, dan kijk ik of er kraken komen. In ieder geval, deze had ik trouwens gehad van een fotograaf waar ik vaak mee werk. Super lief. En ja, dus vandaar. En weet je, dit soort dingen. Het zijn altijd dingen die ik ook op andere mensen wil uitproberen. Maar als ik het op mezelf uittest en het was wel een faal geweest, dan was het in ieder geval nog een goede YouTube video geweest. En als ik het op een ander uitprobeer en het is een complete faal, dan ziet het er een beetje amateuristisch uit. Dus vandaar dat ik dat soort dingen altijd eerst op mezelf uittest. Maar goed, dit is in ieder geval het uiteindelijke resultaat. Als je het filmpje leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Het zou me heel erg helpen, want het zorgt ervoor dat YouTube mijn filmpjes vaak aanraadt aan nieuwe mensen. Als je meer wil zien van mijn filmpjes, kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Ik doe make-up tutorials, soms af en toe eens een review, nail art tutorials, vlogs en wat ik verder maar kan verzinnen. Voor nu in ieder geval heel veel bedankt voor het kijken van dit filmpje. Ik hoop jullie weer een hele fijne dag hebben en hopelijk tot de volgende keer. Doei!